Laten we het even hebben over invoerapparaten of input devices. Dat zijn apparaten waarmee ik gegevens in de computer stop. Weet je waar ik een hekel aan heb? Keyboards die wireless zijn. Want wireless keyboards vreten batterijen. Je stopt er een batterij in en een week later is hij alweer op. Dat is heel vervelend. Wireless muizen net zo. Dus beter gebruik ik eentje waar wel een kabeltje aan zit. Nou, je snapt, een keyboard is bedoeld om teksten in te voeren en getallen. En het is een input device, want wij zetten onze gegevens, onze handen, in de computer. Nou, de muis net zo goed. En de muis geeft een positie op het scherm aan. En daar kunnen we dan klikken, dubbelklikken, twee muisknoppen tegelijk. We kunnen ook met een scrollwieltje naar beneden scrollen. Daar is een muis erg handig in. Eigenlijk is de muis niet zo'n geweldig apparaat. Het was een alternatief wat Apple bedacht heeft voor een soort touchscreen. Maar dat was 30 jaar geleden zo moeilijk te maken dat ze zeiden, we give up, we maken wel iets anders. En zo hebben ze de muis gemaakt. De scanner. De scanner zet papier om in een digitale versie. Net zoiets als een foto maken, alleen gebeurt het heel gedetailleerd en kan je er een blaadje simpelweg opleggen. Het voordeel tegenover een camera is dat de scanner echt lijn voor lijn langs het papier gaat en het ligt mooi stil en glad onder de scanner. De microfoon zet geluid om in een digitaal signaal. Er zijn vele soorten microfoons en heel veel webcams hebben ook een ingebouwde microfoon. Heel veel laptops hebben dat ook trouwens. Nog een paar voorbeelden. Hier zien we linksboven de zogenaamde digitizer. Ook wel een digitale pen genoemd of een graphic tablet. Alhoewel tablet tegenwoordig iets anders betekent, dus gebruiken we dat woord liever niet. Hier rechts zien we een webcam, in alle soorten en maten beschikbaar. En onderin zien we een game controller, in dit geval de Xbox. Je kan ook game controllers voor de PC krijgen, maar het is altijd specifiek voor een apparaat om games mee te spelen. Nou, nu hebben jullie een aantal voorbeelden gezien van invoerapparaten, de een nog mooier dan de andere. En kunnen jullie dus de vraag beantwoorden wat een invoerapparaat is. In de volgende video gaan we over naar uitvoerapparaten. Thank you, tot de volgende.